Hallo allemaal, ik ben Jan van Gamen met Jan en ik ben er weer met een nieuwe video. Ik weet het, ik heb al heel lang geen video meer opgenomen omdat het eerste opnameprogramma deed het niet en de tweede, ik heb er totaal niet meer aan gedacht. Maar ik dacht eraan, ik ga een nieuwe survival serie maken in een eigen wereld. En ik ga hem noemen Jans Wereld met YouTube, denk ik. Ja, laten we dat maar doen. En zal ik, denk geen bonus chest, dit doe ik gewoon, geen cheats. Ik heb er heel veel zin in om weer een video te maken. En ik denk dat deze vakantie nog veel video's gaan maken. En dit is mijn skin. Ja, die hadden jullie nog niet gezien, volgens mij. En ja, laten we maar met de survival beginnen. Ik ben eerst op wat hout. En ook nog een andere reden is omdat ik was met andere spellen bezig en ik had niet echt zin om die op te nemen. En met de school had ik er ook niet echt heel veel tijd voor. Dus ook vandaar. En laten we dan zorgen dat we genoeg hout hebben. Zodat we een beetje kunnen starten. En als je nieuw bent in het kanaal, als je deze video kijkt, doe dan even een duimpje omhoog. En doe dan even een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En kijk, doe ook in de reacties of je misschien nog een survival series met een mod of zo wilt zien. Dat zou ook wel heel leuk zijn om dat een keer te doen. Of dat je wat andere video's wil zien, laat me weten. En ik probeer zoveel mogelijk reacties te lezen. En we hebben varkens, yes. Dat is betekent vlees. En als, ik weet niet of jullie het ook zien, maar op mij, waarschijnlijk zet ik geen toortjes neer, want het is een beetje een bug of zo, weet ik niet. Maar om de een of andere reden is alles super licht. En dat weet ik ook niet, maar ik zal kijken wat ik eraan kan doen. Maar ik zal hem denk ik nu misschien wel mijn voordeel bij pakken. Oh, daar zie ik een spin. Chips. Snel een zwaard. En dan doen we een die en die. En dan laten we maar eens wat varkens killen voor wat vlees, zodat we ook kunnen overleven. Dat is wel handig. Ik ben ook de laatste tijd veel parcours gaan doen. Dus ik ben wel goed in parcours, maar ik ben ook weer niet de beste. Maar ik vind het heel leuk om parcours te doen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En misschien kan ik wel later, later in de series, of in de toekomst kan ik wel wat video's maken dat ik misschien parcours doe. Of dat jullie misschien dat ik misschien parcours maps ga doen. En dat zou heel leuk zijn. Laten we even wat kool. Ik moet ook wat zorgen dat ik wat iron heb en sowieso schaap. Ik moet sowieso wat schapen hebben, zodat ik een bed kan maken. En laten we
kijken. Is hier nog iets bijzonders? Nee. Porkchop. Laten we het nu maar weer even meenemen. En laat in de, vooral in de reacties weten wat je vindt van deze nieuwe serie. En doe even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dat je de series door wilt blijven laten gaan. En als je nieuw bent, ik heb het waarschijnlijk al gezegd, maar abonneer dan ook even op mijn kanaal. Eens kijken. Oh, dit is best een grote koolbron. Oh, een beetje een glitch. Wow, dat is een hele rare glitch. Maar we weten nu dat daar dus een skeleton zit. Bijna klaar, ja. Zouden we die glitch nog een keer kunnen krijgen? Ja. Oké. Gaan we wel goed, ja, we gaan goed. Oh nee, creepers. Nooi. Nooi, mate. Nooi, nooi. Het gaat wel goed, so far. En als jullie het leuk vinden, laat anders in de reacties achter hoe je vindt dat ik deze wereld nou moet gaan noemen. En kijk ook even of jullie... Wow, ja, flint. Yes, we hebben al flint. Komt er die creeper die ontploft is? Laten we eens wat verder gaan. Oh, ik zie daar een cave. Maar laat ook even weten of je Minecraft nog wel een leuke game vindt dat ik moet spelen. Of een andere game. Want ik heb eerder nog veel Ark gespeeld. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik hoop het wel. Nee, we krijgen de glitch niet meer. Ik hoor wel... zombies. We moeten nu wel proberen om iron te vinden. Ik laat het kool nu even zitten, want we hebben al heel veel kool. Oh ja, baby. Let's
that's very nice. Dit is very nice. Laten we hopen dat er in die cave nee, geen iron. Oh, sugarcane. Handig. Laten we dan ook meteen wat zand meenemen. Als jullie afvragen waarom is die zo blij om sugarcane. Nou, dan kan ik een sugarcane farm maken. En die kunnen we dan gebruiken voor suiker, voor een taart, voor een cake. Of we kunnen het gebruiken voor boeken voor een enchantment table later. Oh, en het wordt nacht. Oh, lava. Ik denk dat we even een plek moeten zoeken. Oh, wacht. Ik zie een schaap. Ik zie een schaap. Oh, yes. Yes. We hebben schapen gevonden. Kill the sheep. Kill the sheep. Get the stuff and thing. Ja, ja, ja. Snel bed. Bed. Oeps. D. Yes. We hebben kunnen nog net op tijd schapen kunnen vinden. Zodat we wol konden krijgen. Laten we ze meteen ook maar allemaal killen voor vlees. Dat is misschien wel handig. Ik denk dat ik de wol hou. Yes, we hebben heel veel vlees zometeen. En laat ook anders even weten of je het misschien leuk zou vinden om een keer met mij op servers zoals Cubecraft of Mineplex samen te spelen. En dat zou ik echt heel leuk vinden als je die samen met mij Minecraft zouden willen spelen. Oh, dit ziet er veelbelovend uit voor iron of zo. Ja! Iron. Eindelijk. We zijn wel in iets van 5 caves geweest. En dan vinden we het uiteindelijk. Dat is wel even lekker. Ik heb... Trouwens, heel lang geleden, toen ik nog, ja, heel lang geleden, toen ik opnam, zat ik op een server en daar was ik echt heel, heel goed. En dat was een server met vrienden en zo. En daar was ik heel goed. En laten we maar eens teruggaan naar onze...
furnace. Naar ons furnace. Deze kant. Ja, hier. Daar was het furnace, ja. Zo. Oeh, we hebben nog wat string nodig. Dat we maar flint en steel maken. Ja, ik zit even te kijken. Laten we nog wat. Misschien is het ook wel leuk. Als jullie, ik weet niet of jullie dat willen. Als je het zou willen, zou ik het heel leuk vinden. Dat je dan zelf een huis maakt en daar een screenshot van maakt. En die probeer, ik weet niet echt, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat kan. Dat je die dan in een reactie zet. En dan kan ik misschien, misschien kies ik jouw ontwerp wel uit. En dan woon ik binnenkort in jouw huis, die jij hebt gemaakt. En dat zou heel leuk zijn. Laten we dit maar laten smelten. Laten we eens op zoek gaan naar een geschikte plaats voor een huis. Hallo schapen. Ik hou trouwens de wol, alle wol die ik krijg, behalve andere dan witte wol, zodat ik die later misschien nog in mijn huis kan verwerken. Het is wel leuk om bij het water te wonen. Skeleton. Oh, nog meer iron. Hey, doe eens normaal, man. Oh. Oké. Oké, even wat, nog wat materialen halen voor mijn huis. Oh,
daar is een geschikte plaats. Daar is een open plek. En het zit redelijk dicht bij het bos. We moeten dan alleen wat zwemmen. Maar dat is niet heel groot probleem. Oh nee, we zitten ook dicht bij het moeras. Ik denk dat dit de plek wordt voor ons huis. En ik denk niet dat ik dat nu ga maken. Ik denk dat ik dat off-camera ga doen. Even nog deze varkens killen. Zo. En dit was het alweer. Hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En tot de volgende keer. Doei!